Dit is het leven met een kind, hè jongens. Je bent helemaal klaar om een video op te nemen. Begint ze te huilen, wil ze graag eten. Eten. Wil je ook een schone broek van mij? Zullen we dat ook maar eens even doen? Zo. Kind schone broek. Lekker gegeten. We kunnen beginnen. Hi jongens, wat gezellig dat je er weer bent. Het is tijd voor mijn bevalverhaal. Het is een soort van memorabele plek geworden om hier dit soort video's op te nemen. Want er is toch wel het een en ander aan nieuws wat ik vanaf deze plek met jullie heb gedeeld. Zowel verdrietig nieuws, maar ook heel erg blij nieuws over het kleine hummeltje wat nu daar in de box ligt. En het is tijd voor misschien wel de laatste video van deze reeks, in ieder geval voor nu. Want ik ga je vandaag vertellen over de bevalling van Elin. Ik kan gewoon een naamwoord opzeggen, het is zo raar. Ik moet er nog steeds zo aan wennen. Goed, ik kreeg onwijs veel de vraag of ik mijn bevalling ging filmen. En of ik daar een video van zou maken en of ik dat met jullie zou delen. En ik heb daar goed over nagedacht, want ik wist het niet zo goed. En ik had ook wel zoiets van, het is heel afhankelijk van hoe zo'n bevalling gaat. Want ja, je weet natuurlijk nooit van tevoren hoe het allemaal gaat lopen. Nou is de bevalling bijna 2 weken geleden. Als je dit ziet is het 2 weken geleden. En ik kijk er onwijs goed op terug. Daar ga ik je zo meer over vertellen. Maar ik heb ervoor gekozen om je op deze manier van A tot Z, met een paar details achterwege gelaten, te vertellen over mijn bevalling. Ik heb wat beelden en wat foto's. En die ga ik er gewoon in beeld gooien op het moment dat ze iets aanvullen. En dan denk ik dat we een heel eind komen en dat je een heel goed beeld gaat krijgen van hoe mijn bevalling eraan toe is gegaan. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk om met je te delen. Dus wat ik met je ga delen, dat kan alleen maar leuk worden. Goed, daarnaast heb ik nog een kleine disclaimer. Want om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik heb echt in mijn ogen een droombevalling gehad. Ik heb een onwijs fijne bevalling gehad waar ik alle keuzes die ik heb gemaakt en alle dingen die er zijn gebeurd echt als onwijs fijn heb ervaren. En dat is heel erg positief, vooral voor mij. Maar ik merk ook wel dat ik het af en toe daardoor lastig vind om het te delen. Ik heb natuurlijk deze hele zwangerschap ben heel open en eerlijk geweest in mijn vlogs en op Instagram over hoe mijn zwangerschap eraan toe ging. Zowel de positieve kanten, maar ook echt de negatieve kanten. Nou heb ik absoluut geen horror zwangerschap gehad, maar het ging ook echt niet vanzelf. De aanloop, maar ook de zwangerschap zelf, hadden gewoon best wel wat obstakels. En in vergelijking met de zwangerschap was de bevalling echt een hele fijne bevalling. Dus ik vind het ergens dan lastig, omdat ik dan bang ben dat ik dan misschien verkeerde verwachtingen schep of zo. Maar aan de andere kant, je hoort altijd zoveel heftige of negatieve bevalverhalen. Dat ik me voor kan stellen, zeker als je zwanger bent, dat het af en toe ook fijn is om positieve ervaringen te horen. En nee, het was geen pijnloze bevalling en zo, maar zo kan het ook. En ik denk dat dat ook belangrijk is om in je achterhoofd te houden. Dus ik ga je gewoon meenemen. We gaan beginnen. Nou, laten we meteen beginnen met een tip. Want Lars die heeft tijdens de bevalling een heel overzicht gemaakt op mijn telefoon, of op zijn eigen telefoon, en daarna op mijn telefoon gezet met de tijden en wanneer wat gebeurde, zodat ik later een beter beeld zou hebben van hoe het allemaal is gelopen. En dat is echt heel fijn, want dan kan je het allemaal een beetje terughalen. Die hou ik er dus even bij, want af en toe moet ik even nadenken wat ook alweer de chronologische volgorde was. Het was de avond van 10 september, een zaterdagavond. En zoals je misschien wel weet ben ik tweeling en op 5 september jarig. En mijn tweelingzusje die werd dus ook 25. En die vierde haar verjaardag. Die had een heel groot feest georganiseerd. Helemaal leuk uitgepakt. Alles leuk versierd. En aangezien ze ook mijn buurvrouw is, maakte het makkelijker. Want ik dacht, ja, hoogzwanger na een feestje klinkt misschien heftig. Maar het is mijn buurvrouw en mijn zus. En eventjes langschieten, dat is natuurlijk een stuk makkelijker op zo'n moment. Dus wij zijn op zaterdagavond naar de verjaardag gegaan. Begon om 8 uur. En ik denk rond een uurtje of 10 wilde ik weer naar huis. Ik was moe, ik had pijn aan mijn rug en ik dacht, oh, nog even lekker in bad. En dan gaan we even in bed lekker televisie kijken en dan is het mooi geweest voor vandaag. Mede omdat ik echt al nachtenlang slecht sliep. Ik had heel veel last van voorweeën.
Maar dat had ik eigenlijk al weken. Dus ik verwachtte niet dat dat een voorteken zou zijn voor de bevalling. Die voorweeën waren ergens wel een soort van teleurstelling iedere keer. Want iedere nacht had ik bijna voorweeën de laatste weken. En iedere ochtend werd ik wakker en was er niks aan de hand. Helemaal ruk natuurlijk. Nou, die avond ging eigenlijk niet heel anders dan de andere avonden. We kwamen thuis. Ik ging in bad. Ik kreeg weer last van voorweeën. En ik heb in bad naar Demi geappt dat er misschien wel iets aan de gang was. Voor de duidelijkheid, Demi is mijn beste vriendin en fotograaf. En we hadden afgesproken dat zij mijn bevalling zou fotograferen. Ze woont nu in Wenen, maar ze is speciaal naar Nederland gekomen om het moment af te wachten. Dus ik moest haar op de hoogte houden, want op het moment dat het natuurlijk gaat beginnen, dan zou zij naar Zeist toe komen. Dus ik zei, joh, het zou zomaar kunnen dat er niks aan de hand is, maar hou je telefoon een beetje in de gaten. Dat was rond een uur of 11, denk ik. Dus rond een uur of 11 begon het te rommelen. En een uur later stond ik er zo bij. Ik wilde je stiekem filmen, maar dan is het mislukt, hè? Schat? Kantje, ga weg. Hoe klaar ben je ermee? Heel erg. Richard nog niet echt sprake. Luister hier wel een kribbeltje alsjeblieft. Kijk en chillen. We lagen heel relaxed op bed televisie te kijken, maar ik kon mezelf echt geen houding geven. Ik had echt last van mijn buik. Maar nogmaals, omdat ik al zo lang voorweeën had, durfde ik echt niet te stellen dat dit nou het begin van de bevalling was. Dus ik zei tegen Lars, joh, weet je, ik ga gewoon proberen te slapen. Want iedere keer als ik in slaap ben gevallen en ik word wakker, dan is het weg. Dus als dat nu weer zo is, dan weet ik gewoon, oké, dit is weer vals alarm, dan is het gewoon klaar. Dus ik ging liggen. Lars die sliep al een week of twee op de grond, op eigen initiatief. Want hij was bang dat hij mij wakker zou maken als ik dan eindelijk sliep. Dus hij sliep op de grond en ik was in slaap gevallen. En ik denk, nou, nog geen kwartier later of zo werd ik wakker van de buikpijn. Het werd dus wel steeds erger. En hoewel die normaal dan niet tegen mij durft te praten, want hij bang is dat hij me wakker maakt, merkte hij dat ik echt aan het draaien was. Dus hij zei, gaat het? En ik zei, nee, het gaat niet. Trek die weg. Nou ja, lang wikken en wegen. Ik twijfelde gewoon heel erg. Ik voelde me ook te bezwaard om meteen de verloskundige te bellen. Ik heb geprobeerd met zo'n weeëntimer-app de boel bij te houden. Maar daarin kreeg ik al de hele tijd de melding, je moet naar het ziekenhuis, want je weeën zijn regelmatig. Dat is dan zo'n automatische melding die je krijgt. Ik wist dus niet zo heel erg goed wat ik daar nou mee aan moest. Want hoe een bevalling normaal begint is met rustige weeën waar nog geen regelmaat in zit. En vervolgens, of je vliezen breken, weet je wel, dat soort dingen. Maar alle clichés, die had ik gewoon niet. En het was ondertussen midden in de nacht, om dan midden in de nacht voor niks de verloskundige te bellen. Ging ook een beetje tegen mijn principes in, terwijl, ja, daar zijn ze voor. Dus ik weet ook niet waar ik me druk om maakte. Uiteindelijk werd het nog wel iets heftiger. Het was nog niet ondraaglijk, maar het werd heftiger. Ik had maar twee posities die een beetje comfortabel waren. Dat was het bad en de skippybal. Eén van de twee. Ik ben wel 100 keer gewisseld tussen die twee. We hebben toch besloten om de verloskundige te bellen. Dat was om 2:50. Daarbij heeft Lars opgeschreven, de weeën worden intenser. En Marjolein, dat is de verloskundige, die zei dat ze er met 10 minuten zou zijn. Nou, 10 minuten later stond Marjolein op de stoep. En was het tijd om inwendig te kijken of er iets aan de gang was. Daarbij checken ze dus of je ontsluiting al vordert, want ik had bij de laatste controle bij de verloskundige 1,5 centimeter ontsluiting. Dus er was wel iets in mijn lichaam aan de gang, maar dat hoeft nog niet per se het begin van de bevalling te betekenen. En ze kijken naar het korte van je baarmoedermond, denk ik. Ik pin me er niet op vast. Zoiets. Dus Marjolein keek en ze zei, nou, 1,5, 2 centimeter. Ik weet het niet precies. Ze durfde nog niet hard te zeggen dat dit de bevalling was. Dus ze zei, ga proberen nog te slapen. Ga kijken hoe het over 3 uur is. Over 3 uur bel je me weer. Als het erger is geworden of als het nog hetzelfde is. We hebben een beller. Dus 3 uur afwachten. En als er niks meer aan de hand was, dan hoefden we niet meer te bellen.
Nou, in die 3 uur veranderde er wel echt iets. De weeën werden echt weeën en er zat nog steeds geen regelmaat in. En ze kwamen ook vrij snel achter elkaar. Dus dat niet zoals in het boekje, zoals je leert, 1 minuut wee, 4 minuten pauze, 1 minuut wee, 4 minuten pauze. Nee, het was gewoon allemaal random momenten, wee, wee, wee. Er zat soms 20 seconden tussen, soms misschien net een minuut, maar het was echt een storm. Nou, dus om 5:30 was het weer tijd om de verloskundige te bellen. Ik heb al die tijd trouwens mijn telefoon weggelegd. Ik had de tip gekregen om niet op de klok te kijken. Want dan ga je echt de tijd vooruit zitten turen. En zeker als je weet dat je dan om 5:30 weer kan bellen. Dat schoot niet op. Dus ik heb mijn telefoon lekker weggelegd. Ik heb klassieke muziek aangezet. Ik ben lekker in bad gaan liggen. En ik zat echt wel in een redelijke bubbel. Ik was vrij zen. Dus ik had ook zoiets van, nou weet je, als het zo gaat op deze manier, kan Lars zo meteen lekker beneden het bevalbad opzetten. We hadden een bevalbad gehuurd, want daar mag je dan ook echt in bevallen en dat leek me wel wat. En dan, joh, dan wordt het helemaal de bevalling zoals ik hem voor me zag, dacht ik. Om 6 uur kwam Marjolein weer en die heeft nog een keer gecheckt wat de ontsluiting was. En die zat op 2 centimeter. Oftewel, ik was al vanaf 11 uur bezig. 11 uur 's avonds begonnen de weeën. En het was ondertussen 6 uur 's ochtends. En we waren 0,5 centimeter opgeschoten. Het enige voordeel was wel dat Marjolein tegen ons zei. En dat waren wel een soort van verlossende woorden voor mij. Konden er ook veel makkelijker aan overgeven toen ze dat zei. Jij gaat vandaag bevallen. Oftewel, we wisten toen dat 11 september de geboortedag zou worden van onze dochter. En ik kan er weer om janken. We zijn nog lang niet klaar met het verhaal, dus het is nog helemaal geen moment. Marjolein ging weg en er was op dat moment om 8 uur 's ochtends een wisseling van de wacht van de verloskundige. En toen werd Dena onze verloskundige. En die zou aan het begin van haar shift langskomen. De weeën werden nog intenser en ik kwam ongeveer terecht in wat ze noemen een weeënstorm. Wat betekent dat de weeën eigenlijk non-stop komen. En dat je daar niet echt meer ruimte tussen heb om bij te komen. En ja, ik was ondertussen natuurlijk al 24 uur wakker, want ik had niet geslapen. We hadden de zaterdag een feestje gehad. We waren bij de ouders van Lars wezen lunchen. Dus ik had ook die overdag niet echt gerust. En dat begon ik echt wel te merken. Toen Dena rond 8:30 voor de deur stond en langskwam, toen heeft ze weer gecheckt wat de ontsluiting was. En toen zaten we op 2,5 centimeter. Oftewel, weer maar 0,5 centimeter opgeschoten. En wat ook betekent dat je nog geen vliezen kan breken. Want wat ze kunnen doen is je vliezen breken. En dat kan een bepaald hormoon vrijgeven, waardoor er meer op gang komt en je ontsluiting sneller gaat. En dat kan pas vanaf 3 centimeter en daar zat ik nog niet. Dus dat was wel een beetje een bummer. Het duurde echt eindeloos voor mijn gevoel. De nacht duurde al lang en hoewel ik al die tijd echt super zen was en heel erg goed mezelf bij elkaar kon rapen, merkte ik wel dat het me heel erg demotiveerde. Dit is ook wel de reden dat sommige vrouwen ervoor kiezen om niet te willen weten hoe ver ze in hun ontsluiting zijn. Ik vond het wel heel fijn, want ik heb daarop wel mijn plan gebaseerd voor de rest van de bevalling. Dus dat wilde ik heel graag wel weten. Dena is vertrokken, de verloskundige. En ik denk een uur of 2 of 2,5 uur later, toen kon ik niet meer. Ik was zo onwijs moe. Moe, hè? Ja. Ja, dat is het ook. Dit tempo ook. Zo moe. Ik kon niet meer praten. Ik was helemaal van de kaart. Mentaal was ik nog best wel sterk. Ik was er nog wel bij. Ik kon alles nog wel volgen. Maar ik kreeg het gewoon niet meer voor elkaar om die weeën weggepuft te krijgen. Met het gegeven dat ik dus pas op 2,5 centimeter zat. Baarde me dat toch wel een beetje zorgen voor de rest. Aangezien ze een bevalling vergelijken met een marathon lopen. En je uiteindelijk, als je gaat persen, dat toch nog wel een soort van sprintfase is. Dus ik dacht, dit gaat niet de goede kant op. En die thuisbevalling die ik had in gedachten had in bad, die stond voor mij niet hartstikke vast of zo. Ik had wel zoiets van, op het moment dat het lukt, dan is het leuk. Maar als het niet meer gaat, dan is het ook klaar. En dan gaan we gewoon een ander plan maken. Dus toen ik het eenmaal in mijn hoofd had, heb ik tegen Lars gezegd, Lars, ik wil een rugprik. We moeten naar het ziekenhuis.
En daar was ook geen twijfel over mogelijk. Hij zei, moet ik je nog motiveren of is dit gewoon je keus? En toen zei ik, dit is mijn keus. Ik wil dit nu. Dus toen heeft Lars de verloskundige weer gebeld. Die is gekomen. We hebben samen, of zij heeft bij ons in de kamer, het ziekenhuis gebeld. En ik wilde heel graag bevallen in het WKZ. Dat is hier echt 6-7 minuten vandaan. Heerlijk om de hoek. En ja, het andere ziekenhuis in Utrecht is het Diak. En ik weet niet of je de video van de miskraam nog kan herinneren. Maar daar had ik niet hele goede ervaringen. Dus het WKZ had mijn voorkeur. En oh my god, toen de verloskundige gebeld werd met het feit dat er plek was in het WKZ. Ik kon wel huilen. Ik was zo blij en opgelucht. En er viel echt een last van mijn schouders. Dus we mochten spullen pakken, de auto in en op naar het WKZ. Ik had natuurlijk een vluchtkoffer gepakt. Dat heb je in een vlog kunnen zien. Nou, op het moment dat je die pakt, denk je heel erg na over alles wat je mee wil nemen. En alles moet tot in de puntjes geregeld. Je denkt ook na over outfits en zo. En op het moment dat je dan aan het bevallen bent, dan trek je een joggingsbroek uit de kast. En dan ga je als een soort Johnny in je BH naar het ziekenhuis. Ik kon me allemaal echt niks meer schelen. Ik had zo'n pijn en ik wilde zo graag, het liefst zo snel mogelijk, die ruggenprik. Als je zo'n ruggenprik overweegt, dan gaat de verloskundige wel nog even alle risico's met je doornemen. Maar daar had ik me van tevoren heel goed in verdiept. En ik wist gewoon dat dit was wat ik wilde. Dus dat dit gewoon het plan moest worden. Aangekomen in het WKZ. Lars had ondertussen Demi gebeld. Van, joh Demi, het is nu echt serieus. Je moet nu naar Utrecht komen. Want ondertussen waren we dus in Utrecht in het ziekenhuis. Verloskundige die is ook echt nog even met ons meegegaan. Want als jij een ruggenprik wil, dan word je een medisch geval. Dus dan wordt het een medische bevalling en krijg je een verloskundige van het ziekenhuis. Maar super lief, de verloskundige heeft ons hartstikke goed overgedragen. En die is ook echt nog wel een uur bij geweest om even te kijken of alles goed ging en zo. Dus dat was echt heel erg fijn. Nou, toen kreeg ik het slechte nieuws, tussen aanhalingstekens, dat degene die de ruggenprik moet zetten, nog 3 andere opdrachten voor mij had. Dus dat het echt nog wel lang ging duren voordat ik een ruggenprik zou krijgen. Nou, de vloer zakte even onder mijn voeten weg, want ik zat dus echt al wel aan mijn tax. Ik was echt helemaal klaar. Maar ze zouden dan om de tijd, zeg maar, tussendoor een beetje op te vangen, een morfinepompje regelen voor me. Zodat ik dan in ieder geval op het moment dat de weeën echt heel heftig zijn, kan je een knopje indrukken en dan zorgt dat ervoor dat het een beetje draaglijker wordt. Nou, ik vond het op dat moment prima. Ik zei, doe mij alle drugs die je hebt. Ik vond het echt, het kon me allemaal niet meer schelen. Ik wilde gewoon het liefst zo snel mogelijk van die pijn af. En heel even mijn ogen dicht kunnen doen. Daar had ik zoveel behoefte aan. En toen, surprise, surprise, was daar ineens de meneer met de ruggenprik. Zo chill. Voor het hele medische verhaal achter een ruggenprik moet je mij niet hebben. Dan moet je even voor googlen. Maar ik had één ding begrepen. Als je een ruggenprik krijgt, is het heel belangrijk dat je stil zit. En ik kan je wel vertellen, als je een weeënstorm hebt en je moet stilzitten, dat is een vrij heftige opgave. Ik denk dat het zetten van die ruggenprik zo'n 20 minuten heeft geduurd. Het moet allemaal heel precies natuurlijk. En er gaat gewoon wel even wat tijd in zitten. Al die tijd heeft Lars me vastgehouden en we hebben het echt samen gedaan. We hebben samen mijn weeën weglopen, puffen en steunen en kreunen. En ik heb echt extreem stil gezeten volgens mij. Ik was in ieder geval heel erg trots op mezelf. En het zetten van de ruggenprik was helemaal goed gelukt. En daar was ik zo blij mee. Nou, toen mocht ik weer gaan liggen. En ik voelde gewoon langzamerhand mijn voeten warmer worden. En de pijn verdween. Het was zo bizar. En je ziet ook echt op de foto's, je ziet mij van heel ellendig ineens weer kunnen lachen en ik kon weer een beetje grapjes maken. Ik was gewoon weer helemaal, ik was weer helemaal bij de wereld. Het was echt fantastisch. Ik denk dat de ruggenprik uiteindelijk rond een uur of 12 of zo, dat kan ik trouwens zien, want dat heeft Lars opgeschreven. 11:15 zat de ruggenprik erin. En nou, dan duurt het even voordat het allemaal werkt en alles doet wat het moet doen. Maar toen dat het dus eenmaal deed, toen was ik helemaal content. Toen hebben ze ook daarna direct weer gecheckt of mijn ontsluiting al gevorderd was. Nee, niet echt. Maar we zaten wel op de 3 centimeter. Dus we waren een halve centimeter opgeschoten, maar die 3 centimeter die was bereikt. En mijn vliezen konden worden gebroken.
Nou had ik natuurlijk die ruggenprik waardoor je buik en de onderkant wel iets verdoofd is. Maar ik voelde echt nog wel dingen. Ik kon mijn benen en zo gewoon nog voelen. Dus dat vond ik heel erg prettig. En toen zei ze, ja, ik ga nu je vliezen breken. En dat voelt een beetje alsof je in je broek plast. Dat voelt echt alsof je in je broek plast. Het is echt een goor gevoel. Dus vliezen gebroken. Tijdens een ruggenprik is het voor sommige mensen niet mogelijk om te lopen of zelf te plassen. Dus wat er vaak gebeurt is dat je een katheter krijgt om je plas af te voeren. Maar wonder boven wonder kon ik gewoon nog lopen en zelf naar de wc. Dus de pijn van de weeën was weg, maar de rest functioneerde nog gewoon. En daar was ik heel blij mee, vond ik heel fijn. Dus ik kon zelf nog gewoon plassen. Ik voelde ook nog wanneer ik moest plassen, dus dat was ideaal. En toen was het eigenlijk maar gewoon een beetje wachten. We zaten natuurlijk op 3 centimeter ontsluiting. Je moet naar de 10 centimeter. In het tempo waarop we gingen, zou dat nog wel 3 dagen duren. Maar ze hadden goede hoop dat het breken van de vliezen dus de boel allemaal wat zou versnellen. 2 uur later kwamen ze weer checken. En ik had gehoopt op een 5 centimeter. Zodat er in ieder geval iets meer schot in de zaak zat dan de laatste uren van mijn leven. Of de uren daarvoor, niet de laatste uren van mijn leven. De uren daarvoor. Dat zat erin, want ik zat al op 8 centimeter. Oh my god, ik was zo opgelucht. Nou, het hoofdje zit mooi dicht. En die baarmoeder is heel mooi zacht week. Nou, ik denk 8 centimeter. Echt? Goed. Ja, even kijken of ik goed kan voelen hoe die klein mee ligt. Nou, dan was het vriezenbreken in ieder geval effectief. Zeker. Ja, toch? En heb je de druk ook goed gevoeld? Ja. Dat je daar dat is die druk die je voelt, ja, inderdaad. Dat is echt goed voor. Nou, supergoed. Heerlijk. Nou, en vanaf die 8 centimeter, toen de verloskundige de kamer weer verliet, toen merkte ik, oké, er gaat weer wat veranderen. Ik voel weer meer in mijn buik. Dat was niet mijn buik, dat waren mijn bekken. Want bij een ruggenprik is dit deel, zeg maar zo, tussen je schaambod en dit, volgens mij verdoofd. Als ik het goed heb. En je bekken vallen daar niet onder. Dus persweeën en persdrang, die voel ik in ieder geval nog wel. Nou, die persweeën die kwamen weer lekker eindeloos achter elkaar. Dus ik heb, ik moest weer even focussen. Ik moest weer even goed opletten en goed ademhalen. En zorgen dat ik weer een beetje in die zen-modus kwam. En dat lukt weer aardig. Dus ik was echt totaal niet ontevreden. Maar ik voelde duidelijk dat er wat aan het veranderen was. En ik had gelezen over de laatste hel van een centimeter. Tussen de 9 en de 10 centimeter. Dat je dan echt even denkt, ik wil niet meer. Nou, dat klopt. Want ik begon echt te schreeuwen tegen Lars. Ik kan niet meer. Ik kan het niet meer. Ik wil niet meer. Allemaal ellende. En toen merkte ik ook dat ik wel een beetje persdrang begon te krijgen. Dus dat gaf ik aan bij de verpleegkundige. En toen kwam de verloskundige nog een keer checken. En toen zaten we op 10 centimeter. Nou, het was ondertussen denk ik een uur of 5 dat we op die 10 centimeter zaten. En wat ze bij mij hebben gedaan, is dat ze zei, ik wil eventjes kijken. Je moet het zo voor je zien, de baby ligt echt al wel laag in je bekken. Maar die moet iedere keer een trapje verder naar beneden. En om te kijken of je lijf klaar is om echt te beginnen met persen, gaan we kijken of ze die trapjes al kan maken. Dus we gaan oefenpersen. Nou, ik had van tevoren niet echt een plan hoe ik per se wilde bevallen. Zeg maar hoe ik het uitdrijven van de baby, volgens mij heet dat zo, wilde doen. Dus toen heb ik aangegeven bij de verloskundige dat ik heel graag wilde dat zij mij zou coachen. Dus op het moment dat ik iets beter kan doen, of dat ik iets anders kon doen, of dat het beter is om een andere houding aan te nemen, laat het me weten. Want ik kon in mijn hoofd nog zo goed nadenken en ik was er nog zo bij dat ik zoiets had van oké, als ik al die tips die zij geeft kan toepassen, dan kan het alleen maar beter gaan. Zij doet dit vaker, laten we daar maar naar luisteren. Nou, ik lag in eerste instantie gewoon op mijn rug, terwijl dat natuurlijk voor heel veel mensen tegenwoordig een not done is om op je rug te bevallen, omdat de zwaartekracht dan niet meehelpt. Maar ik lag zo onwijs fijn. Ik kon me helemaal ontspannen tussen de weeën door. Toen ik mocht gaan persen, toen verdween ook echt eventjes de druk op alles.
tussen de weeën in. Dus ik voelde me veel ontspannender. Ik lag helemaal zen in dat bed. Dus toen de verloskundige zei, gaat het goed zo? Toen zei ik, ja, ik lig echt heerlijk. En toen zei ze, goed, dan gaan we zo blijven liggen. We hebben dat oefenpersen gedaan en toen zei ze, ik denk dat je lijf er klaar voor is. Ik ga even wat dingen in orde maken en dan gaan we zo beginnen. Nou, daar zat nog heel even ik denk 20 minuten tussen. Die 20 minuten voelde eindeloos. Ik wilde zo graag gaan persen. Die persdrang die was er gewoon en ik wilde gewoon, ik merkte gewoon alles aan mijn lijf. Dat kind moet eruit. Nou, verloskundige kwam terug en toen ging het spektakel beginnen. De situatie was als volgt. Ik lag dus heerlijk op mijn rug, onderuit gezakt. Links van mij stond Carla, de verpleegkundige. Rechts van mij stond Lars. En aan het einde op bed zat Marlijn, de verloskundige. Ik had hier een infuus zitten, waardoor ik mijn eigen been... Want het is de bedoeling dat je je eigen been zo naar je toe trekt. Dat lukte me niet echt. Dus Lars die had dat been gepakt. En Carla had dat andere been. En dan begint het persen. En in het begin ging dat heel goed. Ik voelde de persweeën echt super goed. Dus iedere keer als ik de drang voelde, dan zei ik, ja, hij komt weer. En dan gingen zij mij coachen met hoe ik mijn adem moest inhouden. Of mijn adem moest verdelen over mijn lichaam. Hoe ik mijn perskracht moest verdelen. Wanneer ik weer adem moest halen. Wanneer ik weer moest inademen. Wanneer ik moest uitademen. Ze tipten me in alles. En ik luisterde en ik deed precies wat zij zeiden. En in het begin ging dat dus heel goed. En op een gegeven moment merkte ik dat, omdat zij zoveel lager kwam te liggen, ik de persweeën niet meer zo goed voelde. En toen werd het wel steeds moeilijker. Dus toen hebben ze op dat moment ook de ruggenprik uitgezet. In de hoop dat ik het daardoor weer iets meer zou voelen. Ik denk uiteindelijk dat het niet heel veel verschil heeft gemaakt. Maar het maakte het wel des te belangrijker dat ik dus heel goed luisterde naar de verloskundige. Wanneer ik wat moest doen. 20 minuten later, en dat is echt bijzonder kort voor een eerste bevalling. Waren we er bijna. Het hoofdje stond echt al vrij lang tussen mijn benen. Het ging heel subtiel. Dus zeg maar, het was niet een stortbevalling. Het ging gewoon echt heel soepel er doorheen. Het duurde wat langer. Dus het hoofdje heeft wel wat langer tussen mijn benen gestaan. Maar dat was eigenlijk wel fijn. Want daardoor is de kans dat er beneden van alles kapot gaat ook gewoon een stuk kleiner. Dus dat is ergens heel erg positief. En toen hoorde ik dit geluid en toen wist ik dat het goed was. Oh, 48! Ja! 48! Heerlijk! Goed gedaan, joh! Kom maar, meisje. Je had een beetje vruchtwater ingeslikt. Zag ik. En meteen hebben wij hier het genoegen. Met één hit? Mooi. En dan... Na een echt prachtige bevalling, waarin ik onwijs trots ben op mezelf en op mijn man. Want we waren echt een team en hij is geen seconde van mijn zijde geweken en hij heeft me zo onwijs goed gesupport. Dan is er ineens het allermooiste kindje van de hele wereld. En ik weet dat zegt iedereen over zijn eigen kind, maar dit is echt het allermooiste. Toen is Elin June Gerbrands geboren. Poppetje. Het is natuurlijk een vrij lange rit geweest tot we hier zijn aanbeland. Sterker nog, de dag dat ik dit opneem, dat is op 22 september en precies een jaar geleden had ik mijn laatste miskraam en nu zit ik met het allermooiste geschenk van de hele wereld in mijn armen. En ik ben zo onwijs blij en gezegend. En dit is echt alles en nog heel veel beter en mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik heb onwijs veel gehuild de laatste 2 weken. Van geluk, omdat ik zo onwijs blij ben met dit kleine meisje. En omdat ik zo trots ben op haar. En dit is gewoon
dit gun ik gewoon iedereen, dit gevoel. Dit is echt fantastisch. Oké. Even los van het sentimentele. De bevalling is dus echt super goed gegaan. Ik ben heel erg blij met hoe alles is gelopen. Ik ben heel erg blij met de keuze die ik heb gemaakt om naar het ziekenhuis te gaan. En om voor die ruggenprik te gaan. Want dat heeft er echt voor gezorgd dat ik nog heel even heb kunnen slapen tussendoor. En dat ik positief terug kan kijken op een bevalling die niet ten koste is gegaan van mijn eigen waarden. In de zin van, ik denk dat ik thuis was gebleven en me heel erg had vastgehouden aan een plan, dat ik er echt minder positief op had teruggekeken. Dus daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En ook echt trots op dat ik die keuze heb durven maken. Daarbij denk ik ook dat het belangrijk is. Wij zijn in Nederland natuurlijk nogal van de cultuur dat we trotser zijn op onszelf als we het zonder pijnstilling doen, een bevalling. Maar als jij bevalt überhaupt, hè, of dat nou met een ruggenprik is of zonder ruggenprik of onder volledige narcose. Het is een fucking prestatie en je mag hoe dan ook zo onwijs trots zijn op jezelf. Het is echt, ik heb me nog nooit zo krachtig en powerful gevoeld als 2 weken geleden. En daar, dat is gewoon iets, daar mag je gewoon echt zo trots op zijn. En als je dan kijkt wat je in je armen hebt liggen, oh my god jongens, het is echt met geen pen te beschrijven hoe fantastisch dit is. Nou, alles was helemaal goed. Elin die deed het ook vanaf moment 1 echt fantastisch. Die kreeg meteen de hoogste APGAR score. Dat is dan wat ze checken of je kindje er helemaal gezond en goed uitziet. Dus we mochten diezelfde avond nog naar huis. En toen we thuis kwamen, kwam alle familie langs. En kwam iedereen natuurlijk meteen kijken. En het was zo onwijs magisch. Het was echt... Het was fantastisch. Lars en ik waren natuurlijk helemaal kapot. Want we hadden een nacht overgeslagen en een bevalling gehad. En dan komt ook nog de kraamzorg. Die komt met jou alles doorlopen over hoe het eraan toe gaat voor de komende nacht. En je moet ineens allerlei dingen weten waar je nog nooit bij stil hebt gestaan. Het is best wel overweldigend. Maar ook dat, het gebeurt. Het overkomt je. Je gaat mee in de flow. En ik denk ergens als je je verwachtingen gewoon relatief laag houdt. En dingen ook een beetje op zijn beloop laat. Dat dat wel kan helpen. Dat heb ik wel gemerkt. Ik ben heel blij dat wij overal toch een beetje vrij in zijn gegaan. Ja, zodat we ergens ook niet teleurgesteld konden raken of zo. Ik heb gemerkt dat het voor mij heel goed heeft gewerkt. Dus misschien heb je daar wat aan als je ergens binnenkort ook moet bevallen. Dit kleine hummeltje doet het onwijs goed. We hebben echt, ja, we zijn heel, heel, heel gelukkig met deze. Het is een heel rustig, lief meisje die vooral heel fijn vindt om lekker bij mama te knuffelen. En dat vindt mama gelukkig ook helemaal niet erg, dus we hebben het echt heel erg fijn. De kraamweek, ja, die volgt natuurlijk daarna. We hebben in de kraamweek, ik heb niet gefilmd trouwens de kraamweek. Ik heb echt mijn telefoon en mijn camera zoveel mogelijk links laten liggen. Omdat je maar 1 keer voor de eerste keer ouders wordt. En daar moet je echt van genieten op het moment dat dat kan. Dus dat heb ik volle bak gedaan. Lars die heeft ook vrijgenomen. En we zaten echt in een bubbel. We hadden echt een onwijs lieve kraamverzorgster die ja, heel behulpzaam was. Heel gezellig en lief. En heel goed voor ons heeft gezorgd. En daardoor konden we ook echt in die bubbel blijven. Het was zo magisch. En nou, we hebben qua bezoek eigenlijk alleen familie langs gehad. Dus broers en zussen en papa en mama. Voor de rest eigenlijk helemaal niks. Dus dat was ook super relaxed. Het is natuurlijk even wennen dat je een paar keer per nacht wakker moet worden. Maar ik moet zeggen, het begint nu pas echt wat zwaarder te worden. Omdat het zoveel nachten achter elkaar is. Maar het is het allemaal zo driedubbel en dwars waard. Ik ben zo onwijs gezegend met deze. Het is echt heerlijk. Ik kan echt nog uren doorkletsen met jullie over de bevalling en over hoe fantastisch het is. Maar ik ga natuurlijk ook gewoon weer vloggen. Ik ben alweer begonnen met vloggen. Dus als het goed is en als alles goed blijft gaan zoals het nu gaat, dan komt er gewoon iedere zondag weer een video online. Waarin je gaat zien hoe het leven met Elin is. Vinden jullie trouwens van de naam? Misschien nog wel leuk om dat even te vertellen. Elin June Gerbrands is ontstaan op de volgende manier.
Ik keek vroeger naar de serie De Co-assistent. Dat was een dokterserie. Ik vond het echt fantastisch. En daar speelde Hanna Verboom in. En zij heette in die serie Elin. En ik vond het zo'n leuke meid. Dat ik dacht, oké, als ik ooit een dochter krijg, dan wil ik er heel graag Elin noemen. Toen ik dit besloot, was ik 12. En toen ik Lars leerde kennen, zei ik, ja, ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar mochten we ooit een dochter krijgen, dan heb ik al een naam. Wat vind je ervan? En toen vond Lars hem ook prachtig. Dus dat was heel fijn. Dus Elin stond eigenlijk al een aantal jaren vast. En toen waren we afgelopen zomer in Zeeland met Menno en Iris. En toen zaten we tegenover een restaurant en dat heette Juna. En Lars zei, oh, dat vind ik wel een mooie naam. Maar net niet. En toen kwamen we op June. En toen dachten we, oh, dat is ook wel leuk. Want we hebben natuurlijk een nichtje mee. En mee is helemaal verknocht aan mij. En ik vond het ergens ook wel heel erg leuk om Elin dan toch een beetje naar haar te vernoemen. Dus nu heet ze June. Want June vonden we dan niet helemaal passen bij Elin. Dus Elin June Gerbrands. Streepje op de U betekent dus een lange U. Dus geen June, maar June. Nou, ik denk dat ik dat nog wel een paar keer moet gaan uitleggen, want ik hoor regelmatig dat mensen June zeggen, maar dat hoort erbij, ja. Dat kan ik hebben. Dan het allerlaatste. Ik kreeg ook veel de vraag of we Elin in beeld gaan brengen. En dat vind ik een hele lastige. Lars en ik hebben eigenlijk van tevoren gezegd, we willen helemaal niks in beeld brengen van haar qua gezicht en zo. We zijn daar allebei best wel voorzichtig in. Ook omdat als je het er eenmaal opzet en je krijgt spijt van je keuze, kan je het er niet meer afhalen. You can undo the internet. Maar goed, nu ze er is, is het ook wel erg lastig. Omdat je zo onwijs trots bent. En nou ja, je hebt natuurlijk bij de bevalpost op Instagram, hebben we ook gewoon een foto van haar gedeeld. Ze is natuurlijk nog erg jong en ze gaat nog veel veranderen in haar gezicht. Maar om mezelf wat rust te geven, heb ik nu besloten om er op deze manier een beeld te doen. Dus niet pontificaal, maar gewoon ook niet spastisch niet. En op die manier gaan we gewoon kijken hoe het ze wegvindt en hoe het de komende jaren eraan toe gaat. En zien we het wel. Dus jullie gaan genoeg zien van dit mooie poppetje. En ik heb ook gewoon onwijs veel zin om dit deel van mijn leven met jullie te delen. Want ik ben zo dankbaar en ik zit op zo'n roze wolk. En ik ben zo verliefd op Elin en op Lars en... Oh, dit is echt alles wat ik me ooit had durven wensen. En ik had niet durven dromen dat ik me zo fantastisch zou voelen. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik je de komende weken. En gaan we heel veel samen genieten van onze roze wolk. Hopelijk kunnen jullie lekker meegenieten. Want dat zou ik wel gezellig vinden. Dus dankjewel. En... ik ben heel blij dat ik er eindelijk aan jullie heb kunnen voorstellen.